het was echt een dingetje vandaag. Ik lag heerlijk lekker te slapen in bed. En zij roept opeens, mama, het is zo en zo laat. Dus ik schrik wakker. Ik denk, we zijn te laat. Goedemorgen, het is woensdag, laatste dag school deze week, daarna lang weekend, echt heerlijk. Het was ook een dingetje vandaag. Ik lag heerlijk lekker te slapen in bed en zij roept opeens, mama, het is zo en zo laat. Dus ik schrik wakker, ik denk, we zijn te laat. Nergens naar kijken natuurlijk, ik de school bellen en zeggen dat we onze slaap hebben. En toen, een paar minuten later, keek ik op mijn klok. En het was nog voor de wekkers afgingen normaal. En we waren dus allesbehalve te laat. Ja, we moeten die vrouw hebben gedacht op school. Die denkt ook, oké, nou redden ze niet meer. Ja, het zal wel. Ze zei ook helemaal niks. Maar zij heeft een wekker als je daaraan heen en weer beweegt. En het stekketje maakt even geen contact. Begint hij dus opnieuw te lopen. Nou, dat moet dus gebeurd zijn. Oh, wil je outfit laten zien? Ja. Vind Sarah de outfit zo leuk? Die heeft een rokje en een body aan van de Sarah. En hoge kousen en de All Stars. En ik vind het echt een beetje zo'n schoolmeisje, maar dan ja, een beetje een rock variant. Ik heb deze top aan van Topshop broek van Mango en mijn Guess sneaker wedges. En ik kom maar aan, schat. Ja, ik had het al gezien. Even laten spulletjes pakken en dan op onze gemak naar school, want we hebben vandaag best wel veel tijd in de ochtend. Ik ben vast Sarah de ballettas aan het inpakken, maar zo leuk. Dus met haar naam erop. We zitten ondertussen in de auto onderweg naar ballet. En we zijn een beetje laat. Want ik heb echt het werelds langzaamste eten ooit. Oh, ik denk een nieuw wereldrecord. Echt. Dus nu even opschieten. En daarna gaan we de foto's halen van Sarah Photoshop. Dus dat is wel een dingetje waar we op hebben zitten wachten. Zo nieuwsgierig hoe ze zijn geworden. Ze gingen natuurlijk helemaal los met poseren. Maar dat hoeft niet altijd alles te zeggen. Want dat kan ook dat je dan net niet de momentjes hebt, zeg maar. Dus ben je heel nieuwsgierig. En dan gaan we ook nog naar mijn moeder daarna. Die scant de foto's en die kan ze dan ook gelijk zien. En dan gelijk weer naar huis. Dus het is... Die vrouw fietst gewoon op de verkeerde kant van de weg. Oké, logisch. Dus het is even rennen en vliegen en alles. Maar ja, what's new? That's my life. Ik heb de foto's. Ik zal de foto's ook even laten zien. We zijn namelijk terug van mijn moeder. En ik zal ze even op de bank leggen. Dan kan ik ze het best laten zien. We hebben deze twee in kleur. Dan hebben we nog deze zes. Dit zijn een beetje middenmaatjes. Het is echt een modelletje hoor. Zo stond ze het natuurlijk ook te doen. En deze hebben we dan in het groot. Die. Ik vind het zo meegeschattig. En dan moet ik nog heel hard op zoek naar de lijsten ervoor. Want ik heb natuurlijk die wand. Die heb ik wel eens laten zien met al die oude jaren 50 lijsten. Dat vind ik echt helemaal geweldig. Maar die koop je dus niet gewoon even snel bij de winkel. Dus het is echt online heel erg kijken bij de tweedehands dingen. Of rommelmarkten of dergelijke. Soms antiek winkeltjes om die te vinden. Dus het gaat nog een zoektocht worden. Eerst de lijsten en dan kunnen er een paar aan de muur. Marco die werkt vandaag tot laat, dus we eten saampjes. En we hadden bedacht dat we gezellig op de bank met een filmpje gaan eten. En ik heb balkon. Ja, oh. Ga je die even in de prullenbak gooien? Want dat gaat niet met eten. En die heb je toch al een tijd in je mond. Ga je dat even doen? Goed zo. Ik heb het eten opgeschept, maar dat is heel heet. En we gaan de Prinses en de Kikker kijken. Die heb ik eigenlijk voor, denk ik nog nooit gezien. Ik heb de meeste Disney films al gezien, maar die volgens mij nog nooit. Dus ik ben benieuwd. Ik heb toch nog een oud lijstje gevonden die ik had. Dus ik ben daar nu de foto aan het indoen. Sarah had er nog één gekozen welke ze heel graag als eerste wilde. En hij zit. Dus deze zit erin en die ga ik ook even ophangen. Dat is wel enigszins lastig altijd met die oude lijstjes.
om die er dan op te krijgen. Dit wordt denk ik 100 bogen. Dat ringetje, dat moet er overheen. Naar boven, maar... Hey, tada! Ja, ik vind het helemaal leuk zo met al die andere foto's. En nu ga ik lekker mijn bed in. En als je nog niet geabonneerd bent, druk even op die knop. En dan zie ik je morgen. Doei!